Ik doe heel veel dingen naast elkaar. Ik werk dus 3 dagen als junior curator bij het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. En daarnaast ben ik ook social media manager bij Museum Arnhem 1 dag. En daarnaast heb ik mijn eigen freelance praktijk, museale meerstemmigheid. Ik ben afgestudeerd aan de Rijnmond Academie, waar ik de studie cultureel erfgoed heb gestudeerd. En tijdens mijn scriptie heb ik eigenlijk onderzoek gedaan naar de narratieve representatie van het Curaçaos erfgoed in het Tropenmuseum. Ik deed hier naar onderzoek omdat ik zelf naar het Tropenmuseum ging en ik daar mijn eigen erfgoed eigenlijk niet herkende. Ik ben geboren op Curaçao en ik vond het heel interessant van waarom herken ik mezelf nu niet. Ik ging op zoek naar een oplossing. Die oplossing bleek meerstemmigheid te zijn. En meerstemmigheid houdt eigenlijk in dat je kijkt naar op welke manier, op welke perspectieven je vertelt over een object. Ik merkte in het werkveld dat er was een behoefte aan een praktische tool voor meerstemmigheid. Daarom had ik een handreiking ontwikkeld voor implementatie van meerstemmigheid. En sindsdien is het eigenlijk een beetje ontploft. Op een gegeven moment kreeg ik allerlei mailtjes en telefoontjes of ik lezing wilde geven, workshops. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen en uiteindelijk dus ook gevraagd bij het Museum Volkenkunde om daar een tentoonstelling te maken. Dus als tentoonstellingsmaker gestart. Tijdens mijn stage bij het Tropenmuseum ben ik eigenlijk voor de grap gaan googlen naar www.meerstemmigheid.nl. Want ik dacht, tijdens mijn onderzoek was er zoveel vraag naar en het domein was nog vrij. Dus ik dacht, ik koop hem gewoon. En vanaf dan dacht ik, ik ben het echt aan het doen. Laat ik ook maar gewoon googlen hoe de Kamer van Koophandel werkt. En ben ik eigenlijk gewoon zelf gaan uitzoeken hoe het ondernemerschap werkt. Ja, mijn werkplek is eigenlijk wel overal nergens. Soms is dat de trein, soms is dat een cafeetje. Maar het scheelt vaak dat als ik voor een opdrachtgever werk, dat ik ook gewoon bij hen langskom. Ja, mijn freelance opdrachten zijn eigenlijk heel divers. Het kan zijn dat ik werk aan een subsidieaanvraag. Het kunnen lezingen zijn, workshops, eigenlijk van alles. Het is vrij gebruikelijk om een versnipperde week te hebben, denk ik, als je werkt in de culturele sector. En, ik vind het eigenlijk wel leuk om zoveel inzicht te hebben in verschillende musea, groot en klein, veel diversiteit. Het is ook wel lastig om heel veel banen tegelijkertijd te hebben. Je hebt 3 verschillende inboxen. Tegenwoordig moet je altijd bereikbaar zijn. Dus het is best wel, het is veel schakelen en dat kost ook wel extra tijd. Met het ondernemerschap is het natuurlijk zo dat het gaat om vraag en aanbod. En het mooie is dat er enorm veel vraag was naar meerstemmigheid. En dat het super mooi is dat ik dat meerstemmigheid dus mijn passie is en ik dus mijn kon doen wat ik eigenlijk heel erg leuk vind. Mijn eerste freelance opdracht was eigenlijk voor Museum Arnhem. Ik ging eigenlijk alle 24 wijken van Museum Arnhem in om in gesprek te gaan met het Arnhemmers om te kijken wat is voor jullie erfgoed, maar ook om daar te koppelen van wat vinden jullie van Museum Arnhem en wat is jullie favoriete collectiestuk. En aan de hand daarvan heb ik krantenartikelen geschreven. En daarnaast ben ik eigenlijk gelijk in dienst gekomen bij het Nationaal Museum van Wereldculturen als tentoonstellingsmaker. Wat ik eigenlijk heb gedaan bij het Tropenmuseum voor de tentoonstelling Heden van het Slavernijverleden is eigenlijk kijken naar dus die meerstemmigheid. En ik dacht, hoe mooi is het als ik dus ook echt het Curaçaos erfgoed kan laten zien wat dus mist in mijn ogen. Ik ben op zoek gegaan naar allerlei verhalen en zo ben ik dus in contact gekomen met iemand die dacht van, ik heb het op de zolder liggen en dat wil ik heel graag laten zien. Wat ze op de zolder had was een linsu, dat is een soort hoofddoek. Wat ze droegen tijdens het oogstfeest Seul. Het stamt af van de tijd van het slavernijverleden. Ja, dat is nu dus te zien in het Tropenmuseum. Ik zie echt wel ontwikkeling in het museale werkveld. Dat er steeds meer stemmig wordt geprogrammeerd en divers personeel wordt aangenomen. Ik merk toch wel dat meerstemmigheid toch wel veel meer geïmplementeerd kan worden. Dat er in de toekomst nog genoeg te doen is om musea te veranderen. Nou, mijn tips aan afgestudeerde Rijnwaarders is eigenlijk, wees niet bang om een kritische stem te hebben. Zoek het publiek op.
En als je een publicatie hebt gemaakt of iets wat waardevol is voor het werkveld, wees niet bang om ze te benaderen om het te publiceren. En neem vooral niet te veel banen tegelijkertijd aan.